Hoi allemaal, welkom bij mijn nieuwe video. En in deze video ga ik jullie laten zien welke producten ik de afgelopen tijd heb opgemaakt. Het is maar een maandje geleden of zo dat ik het de vorige keer deed. En in principe doe ik het niet standaard iedere maand. Maar aangezien we bijna gaan verhuizen, dacht ik ja, ik ga niet lege verpakkingen meenemen naar het volgende huis. Dus ik vond het wel een goed moment om er gewoon weer eentje op te nemen. Want ik heb best wel wat producten. Het eerste product dat ik heb opgemaakt is de André Lon Verrassend Volume Droog Shampoo. Ik vind dit gewoon een prima droog shampoo. Doet goed zijn werk. En ja, ik vind hem gewoon fijn. Ik kan er niet zoveel meer over zeggen. Ik heb deze al een aantal keer gekocht en ik zou hem wel weer opnieuw kopen. Dan heb ik nog een haarproduct. En dat is het L'Oreal Elvive Renutrition Haarmasker. Met een verzorgend serum erin. En ja, ik ben hier gewoon heel erg fan van, al jarenlang. Niet specifiek deze, maar wel van die haarmaskers in deze potten van L'Oreal. En dit is er dus een die extra voedend is met Royal Jelly en Omega 6. Hij is officieel nog niet helemaal op. Ik speel een beetje vals, maar je doet hier heel lang mee. En ik gebruik dit eigenlijk in plaats van conditioner. En aangezien ik mijn haar 1 keer in de 3 dagen was, is dat ook niet te vaak voor een masker. En het voordeel is, deze hoeft maar een minuutje of zo erin te zitten en dan kun je hem al uitspoelen. En op vakantie had ik het dus niet mee. En ik had een hele rottige conditioner toen mee. En toen had ik dus echt strohaar. En dit voorkomt echt dat mijn haar heel erg droog is. En het maakt het lekker glad en glanzend zonder dat het er vet uitziet of snel vet wordt. Marco zei zelfs op vakantie, waarom heb je die pot niet mee? Toen hij mij hoorde zeuren, want hij weet zelfs hoe fan ik hiervan ben. Ik vind het echt heel erg fijn. Dus als deze op is, komt er sowieso weer zo'n pot. Dan nog een product voor in de douche. En dat is de Dove Go Fresh voedende douchegel met komkommer en groene thee. Ik vind dit een heel grappig product, want ik dacht eerst, hè, dit is toch geen douchegel? Want als je het eruit haalt, is het meer een soort crème structuur. Maar dat is dus die moisture functie die het heeft. En het is dus ook echt zo dat als ik deze echt goed overal aanbreng tijdens het douchen, dus bijvoorbeeld mijn benen, dat het net is alsof het een soort boeilotion laagje achterlaat. Dus dat vond ik er heel fijn aan. En hij heeft gewoon een subtiele, lekkere, frisse geur. Ook weer niet te fris, ook iets romigs erdoorheen. Precies een goede mix en heel lekker voor deze tijd van het jaar. En ik heb deze volgens mij toen bij de Action gekocht. Dus dat is ook ideaal, want dat is niet zo duur. Dan heb ik nog opgemaakt het Nivea Micellair Reinigingswater. Die van Garnier was op en ik had deze nog op voorraad. En eigenlijk vind ik deze ook gewoon heel erg fijn. Ik heb geen voorkeur voor Garnier of Nivea. Deze doet ook goed zijn werk en voelt prettig aan op mijn huid om make-up te verwijderen. Nou, in mijn vorige opgemaakt video zagen jullie hier al de nachtcreme van. En nu is ook de Dr. Van der Hoog hydraterende dagcreme op. Ik vind het een hele fijne dagcreme. Ik moet wel zeggen, hij is voor de normale en gemengde huid. Ik heb een gemengde huid. Ik vind dat hij best wel snel een beetje trekkerig aanvoelt. Dus hij voelt niet heel erg hydraterend en verzorgend aan. Dat vind ik met de nachtcreme meer. Voordeel is dat je heel snel verder kan gaan met je make-up. En dat het gewoon wel goed is ingetrokken. Maar ik vind het toch soms wel lekker als je net iets meer voelt dat het nog wat doorhydrateert. En niet gelijk dat het een beetje trekkerig wordt. Dus ik was meer fan van de nachtcreme. En deze vind ik op zich prima. Maar ik vind die van de Ethos bijvoorbeeld fijner. Die ik meestal gebruik. Dan heb ik opgemaakt de L'Oreal Nude Miracle Cushion Foundation. Was het Miracle of Magic? Ik weet het niet. Ik kan het niet meer lezen, want het is er helemaal van afgevaagd. Maar in ieder geval, deze die hebben ze pas sinds kort. En dit is dus zo'n foundation met zo'n kussentje. En daaronder zit het product. Ik had hem mee op vakantie, omdat hij heel erg lichte dekking heeft. En heel erg fijn en natuurlijk aanvoelt op de huid. Dus ik vond het ideaal voor de vakantie om gewoon net iets meer dekking te hebben. Maar niet met een hele laag make-up op te lopen. Ik moet wel zeggen, ik vind dat hij erg snel opgaat. Er zit niet heel veel product in en het is toch best prijzig. Dus ik zou je wel aanraden als je hem koopt om dat met een actie te doen. Maar ik ben wel heel erg fan van het product zelf en de finish en zo. En ik heb ook al een nieuwe gekocht, want er was van de week 1 plus 1 gratis bij L'Oreal. Dus ja, bij de kruidvat. Dus dat heb ik toen gedaan. Wat ik trouwens ook als tip kan geven, ik heb namelijk nog iets opgemaakt. De Maybelline BB Cream. Ook weer een subtiele dekking, maar toch iets meer dan deze vind ik. De blauwe is dit en die is officieel voor de vette huid. En dan verwacht je misschien een heel mat product, maar dat is absoluut niet het geval. Hij is alleen net wat minder plakkerig en nat dan die roze. Ik vind deze gewoon iets fijner. Maar wat ik dus deed is, ik kneep dit product gewoon hierin en dan gebruik ik gewoon dit kussentje. Omdat ik dat met mijn beauty blender in combinatie heel fijn vind. Want dan hoef ik het niet eerst op mijn hand of zo te doen. En het voelt ook gewoon lekker cool aan of zo. Ik weet niet, ik vond het wel handig om deze gewoon ook met andere foundations te gebruiken.
En deze is dus ook op. Dan iets opgemaakt waar ik helemaal fan van ben geworden en gelijk een grote verpakking van heb gekocht. De Paula's Choice Skin Perfecting 2% BHA Liquid. Dit is met salicylic acid, salicylzuur als ik het goed vertaal. En dit product breng je dus nadat je je make-up hebt verwijderd en hebt gereinigd op een watje aan. En dan soak je eventjes dat op je gezicht, op alle plekken behalve op je oogleden. Dit heeft volgens mij echt mijn huid heel erg helpen verbeteren. Ook de combinatie met de zon denk ik op vakantie. Maar ik ben dit pas daarna gaan gebruiken en ik merkte heel snel resultaat. Wat dit doet is dat het een radiant even toned skin creëert. Dus meer één kleur en stralende huid. Het vermindert roodheden en het stimuleert collageenopbouw. En collageen betekent dat je dus niet zo snel rimpeltjes zult krijgen. Want collageen houdt je huid stevig. En rimpeltjes krijg je als dat weggaat. Want dan deukt het als het ware een beetje in. Klinkt heel stom, maar ik denk dat je het wel snapt. En tot slot vermindert het vergrote poriën en haalt het ook het vuil eruit. En ik heb vooral op mijn neus best wel zichtbare poriën. En ik zie niet echt nog dat ze kleiner zijn, maar ik zie wel dat ze meer schoon zijn of zo. En daardoor vallen ze veel minder op. En mijn huid ziet er gewoon rustiger en gezonder uit. En daar ben ik heel erg blij mee. Dus ik heb de grote versie hiervan besteld. Ja, het is niet heel goedkoop, maar ik vind het ook niet onbetaalbaar. En voor huidverzorging heb ik wel iets meer geld over. Ik heb het gewoon besteld op de Paula's Choice webshop trouwens. En deze had ik in een box gekregen en zo ben ik het eigenlijk gaan proberen. Dan iets wat bijna op is, de Maybelline Baby Lips. Ik heb hem er maar bij gedaan, want dit is het enige wat over is. Ik gebruik deze op het moment iedere avond na het reinigen van mijn gezicht. En soms ook 's ochtends voordat ik een lipstick opbreng. Dit is gewoon de basic blauwe. Ik vind deze wel prettig qua geur en ook hoe die aanvoelt. Het is niet mijn favoriete lippenbalsem. In de winter als ik meer verzorging nodig heb, kies ik liever voor echt zo'n boter. Maar deze vind ik voor nu prima werken. Maar het is niet dat ik denk ik moet hem opnieuw kopen of zo. En last but not least, deze zit eigenlijk altijd wel weer in een opgemaakt video. Weer een Dove deodorant. En dit is mijn favoriet. De Cucumber and Green Tea. Dus eigenlijk dezelfde als deze van die lijn. En deze is gewoon heel lekker verfrissend. Super lekker geurtje. En doet goed zijn werk. Ik heb eigenlijk altijd een roller. En ja, dat waren dit keer weer alle producten die ik heb opgemaakt. Ik ben heel erg benieuwd of jij ervaring hebt met een van deze producten en wat jij daarvan vond. En ook welke producten jij recent hebt opgemaakt. Dus ik zou het heel erg leuk vinden als je dat achterlaat in een reactie. En dan wil ik jullie heel erg bedanken voor het kijken en zie ik jullie snel. Graag weer in mijn volgende video. Waarschijnlijk ook snel. Doei! Eigenlijk klopt natuurlijk de hele zin niet, want ik zie jullie niet, maar jullie mij. Maar dat zit er helemaal ingebakken om te zeggen bij mij, sorry.